Ze is eigenlijk wel braaf nu. Oh, daar ging ze, dat had ik niet moeten zeggen. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag heb ik weer als gewoonlijk een vlog van jullie. Vandaag is het een beetje een rustig dagje, het is zondag. En ik ga nu even iets zoeken om voor het hooinet aan te hangen in de weide. De dames zijn de weide aan het hooien en Flotje aan het hooien binnen. En Emma en Chloe buiten. En ik zoek een pinnetje, maar ik ben bang dat er een muis hieruit springt. En April is aan het mest binnen. Maar ik ga het even zoeken, want ik weet echt niet waar het is. En het is echt een zooitje hier. Dus ik ga even kijken waar ik het kan vinden. En we hebben de planning al voor vandaag gemaakt. En dat ga ik even voorlezen voor jullie. Afwassen aanvegen, bladblazen, waterbakken vullen binnen en buiten. Bij een bak slepen, emmers afspoelen, meststook aanschuiven, Indiaans oog en bontmarijns oog. Gereedschaphok binnen opruimen, kleefkruid plukken, kattenstal leegmaken. Shedwipers, volten plus floortjewipers, bakmesten opruimen. Kantine en zadelkamer uitvegen, verdwaalde borstels en het iemand voor ons basiel doen. Shed poetsen plus wandelen plus Benji, M&M wandelen. Boomerang grondwerk plus poetsen, Alina en Benji vlechten. Nou, dat heb ik al bij. Shana lanceren, zadel hoofdstel, Felicia grondwerk, Boyken lanceren, wijzer plus baby elastic. Dus Vanita, Felicia's manen knippen, Poetsen, Flash, Captain Johnny, Hotspot, Jade, Blondie, Indiana, Jules Kalijn, Sonic Floor, Indie April, Emma Morris, Thijs April en Alina Chloe. En dat is de planning voor vandaag. En ik ga even verder met zoeken. Nou, April is bijna klaar met alle stallen. Dus even aan het mesten. Ze hebben gisteren flink opgestrooid. En ik ga even kijken of... Heb je Boyke nog wat gegeven? Nee. Waar is het andere dan? Nou, ik ga Boyke zijn laatste beetje eten geven. Dan heeft hij echt een hele emmer op. Dus dat is op zich wel goed. Hij komt best wel veel aan. En Dex is er ook. Het zou vandaag niet regenen, maar het regent dus wel. Oh, het regent echt hard! Nee! Mijn vlogcamera! Ik heb het dus gevonden. Dat ga ik even in een paal draaien. En dan kan het hooinet daar weer aan. Ik wil jullie meenemen, maar het regent echt te hard om een vlogcamera mee te nemen. Dus ik laat jullie mooi even hier. Dus tot zo. Ik heb ondertussen even gegeten. En ik heb nu Shana even gepakt en ik ga Shana even logeren. Want Shana wordt beleerd. En ze zijn allemaal nog niet echt heel erg vriendelijk, maar dat moet vast wel goed komen. En Esprit gaat ook naar binnen. Zoals je ziet heeft ze een hoefsfeer. De hoefsmid is al geweest, maar ja, helaas kon nu nog niet uitsnijden. We moeten uitsweren. En ik ga even de spulletjes pakken. Voor Shana en dan ga ik even opzadelen. Nou, Floortje en ik zijn de hele kattenstal aan het leeghalen. Want dan hebben we deze stal gewoon weer vrij voor een paard. Want de katjes, hier liggen nog spullen van de katten. Die kunnen nu gewoon boven naar boven toe. Ze liggen ook hun eten en hebben ze nog een chill plekje. En ja, aan eentje hebben ze wel genoeg. Dus daar zijn Floortje en ik mee bezig. En Harold gaat hier ook heen. Ja. En Carlijn is buiten aan het logeren. Zal ik wel even naartoe lopen? Hey Dex! Hallo! Hallo! Carlijn is hier Shanna aan het logeren. Ja, met de stappen. Met zadels en hoofdstel. Want die gaan we rustig aan beleren. Floortje, ik heb nieuws voor jou. Wat dan? Je mag zo op Shanna hangen. Waarom ik? Denk je dat ik daar op was? Nee, ze is heel braaf. Ja, dat weet ik, dat ze braaf is. Ja, ze is echt heel braaf, dus Carlijn zei. Maar wat gaan we nou met dit doen? Want deze is leeg. Ja, misschien kunnen we daar... Ik weet niet eigenlijk. Harold heeft een mooi plekje gekregen daar. En we hebben alle spulletjes van de katten naar boven gebracht. En jongens, kijk dit. Ik heb een nieuw dekje gekocht en ik vind hem heel mooi. Dus ik wil hem even van jullie laten zien. Ja! Yeah. En April heeft een dekje voor Carlijn gekocht. Ik weet ook niet waarom, maar dat heeft ze gedaan.
gedaan. Shanna wordt afgezadeld. Ik ga even de maandjes van Benji opnieuw invlechten. Carlijn. Ik ga de bak mee slepen. Flotje gaat de bak slepen. Maar je moet er weer aan erin rijden. Ja, is goed. Ik vind het echt heel erg. Ja, dat ga ik doen. En Jules is heel vies, maar Carlijn gaat even een ritje maken op Jules. Julesie! Nou, Carlijn zit op Jules. Dan gaat Floortje op Sonic. Nou, ik heb net even op Jules gereden, zoals jullie zagen. Het ging eigenlijk best wel goed. Ik ga nu even mijn laarzen invetten, want ze zijn echt super vies. En Timmy en Co hadden luisjes, dus we hebben ze net nog behandeld. Ik weet niet hoe ze aan de luisjes komen, maar we hebben Timmy en Co even helemaal behandeld. Hopelijk hebben ze geen jeukjes meer. Floortje nog even op een paard. En wij hebben even de borstels van de Zuidlanders en de Cebasiel gedaan. En nu ga ik eerst even mijn laarsjes invetten. Want mijn laars is kapot. En dan neem ik ze direct mee om te brengen naar een schoenmaker. Want ik vind de oude laarzen die ik nu aan heb is echt heel irritant. Dus ik ga nu even goed invetten. En dan neem ik ze gewoon mee naar huis. En dan denk ik, gooi ik ze direct in de achterbak. Anders ga ik ze weer vergeten. Nou, Emma en Chloe die gaan even de bakken even hier vullen voor de weiders. Dan hoeft het morgen niet meer gebeurd te worden. Ik ga straks nog even rijden. Ik ga dus even mijn laars invetten. Dit is mijn normale laars en dit is mijn oude laars. Ik was ze net kwijt. Ik ga namelijk even Thijs halen, want ik ga op Thijsje rijden. Ik hoop dat ze wil komen, want ze heeft wel eens van die dagen dat ze denkt, oké, nu ga ik echt wegrennen. En ik denk dat het vandaag weer zo'n dag wordt. Maar we komen erachter. En daarna ga ik op Indy rijden, dus ik hoop eigenlijk dat Indy meteen meeloopt. Kost mij weer een stukje minder lopen. En Emma gaat zo op Morris. Chloe gaat op Alina. En Carlijn heeft net op Jules gereden. En Floortje net op Sonic. Nou, die is nu nog bezig, maar... Dus dat is eigenlijk wat er is gedaan en alles. Nou, daar staat Thijs. Ja, oké. Moet dit nu al zo? Nou, ik ben even bezig met Johnny aan het poetsen, dat is echt super vies. En Floortje die gaat Indy rijden. Nou, is hier een secondje. Chloe gaat Alina rijden. Emma gaat Morris rijden. En oh, Blondie die krijgt even wat eten. Jo, en die ga ik nog ook even poetsen, want jij bent ook heel vies. En Blondie is ook nog een goed huisje. Dus mocht je nog een leuke haflinger zoeken als weidemaatje. Nou, ik hoop dat Esprit een beetje aankomt. Het lijkt wel zo. En April die gaat op Thijs. Hallo. En als jullie vragen waarom hebben jullie Thijs zijn manen eraf geknipt. Thijs zijn manen waren eigenlijk al zo gedeeltelijk. Dus ik heb het alleen een beetje recht geknipt. Want ja, anders met die kleine halve lange plukjes zag het er niet uit. Nou, ik heb alle paadjes even eten gedaan. Ik ga Indiana even nog even poetsen. We zijn even aan het opzadelen. En Benji is daar. Hé, hey, je hebt de pond gegooid. En mijn farmhouse hoekje. Dat voor Boyke klaargemaakt en eten. Ik heb net de ogen van Indiana en Boomerang even gedaan met deze oogdruppeldingen. Want die hebben allebei last van hun oog. En ik heb net op Thijsje gereden, dat was heel braaf. En Betsy en Timmy staan hier lekker in een stalletje. En hier ligt Koosje. En de paarden worden nu even naar buiten gedaan. Dus ik ga even de wei open doen, want anders rennen ze allemaal weer terug. Oh, 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 we zijn bijna een lijntje vergeten hier. Zo.
Huppatee. Kom Felicia! Wat is er met dat draad daar ook gebeurd? Daar komen ze. Hop, hop, hop. Ga even naar de uiertjes kijken van sterren. Oh, ik ga nou op mijn knieën. Nou, zo zijn de uiertjes eraan toe. En dit is Zaza. Ik weet niet of zij al een keer in de vlog is geweest. Maar dit is Zaza. En Zaza is heel schattig. En heel lief. Zari. We're going on a trip. En we spullen daar kijken. Beetje ska. Floor en ik. Floor. Ja, Floor wilde een race doen. Ik ga deze race winnen. Want ik heb Groenie, de echte sportwagen. Of spotwagen Pinky. Het is de Speedy Gonzales. Dus daarmee ga ik deze strijd winnen. Oh ja. Chloe is opgehaald en Emma is naar huis gaan fietsen. En we hebben verder niet meer zoveel gevlogd, want we waren het misschien een klein beetje vergeten. Wij gaan lekker patatjes eten. Oh, dit is wat staat me best wel goed eigenlijk, vind je niet? Nee. Nee, grapje, staat je leuk, bro. Nou, in ieder geval heel erg bedankt. Oh ja, trouwens, nee, dat wist hij wel. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Zeg het. Heel erg blij, duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Daag!